Muziek van de Amerikaanse sensatie Lucius en de palingpop bestaat 50 jaar. En 50 jaar na de Cats is Volendam nog steeds een wieg voor ontzettend veel succesvolle muzikanten in alle tonen en smaken. De jongste nog onbekende generatie rammelt aan de poort en zit hier straks aan tafel. One way wind, one way wind. Is she her? De vraag die je al lang niet meer mag stellen is natuurlijk hoe het kan dat in een klein vissersdorp aan het IJsselmeer zo ontzettend veel succesvolle zangers en voetballers wonen en dat ze die voortbrengen. Het is eenvoudig een verbijsterende fact of life. 50 jaar geleden verzon Joost de Draaier op de golven van de successen van de Cats de term palingsound voor de muziek die uit het dorp kwam. Een halve eeuw dominantie in de nederpop volgde en de jongste generatie, Jonk, Tol, Bond, Muren, Kwakman, Keizer, rammelt al aan de poort. Aan tafel Dandelion, Martine Bond, Mel en Kira Tol. Allemaal jonge generatie, nog niet gigantisch doorgebroken zoals heel veel dorpsgenoten. De vraag mag niet gesteld worden hoor, hoe dat nou allemaal kan in Volendam. Dat is een vraag zonder antwoord. Is ook saai. Zullen we even kijken naar de Cats? Het begon met de Cats. Zegt jou dat nog iets, Kira? Jij bent 13 jaar? Ja, natuurlijk wel een beetje. Maar ik weet nog niet heel erg veel van de Cats. Maar... Zie je ome Piet Veerman nog wel eens door het dorp lopen, kraag omhoog? Die zeggen, daar gaat hij, voor de Cats. Nee, dat niet. One Way Wind, Lia. Het is hem, de leeuw. Nee, dat nou weer niet. Dat is niet, oké. Nou, het begon met de Cats en daarna kwam een ongelofelijke hoeveelheid ander talent uit jullie dorp. Ook heel verschillend van muziek. Laten we maar eens kijken. Ik hou van jou. Sailing home across. Ja, ik neem aan, het is een klein dorp. Ik neem aan dat jullie elkaar gewoon allemaal kennen hier aan tafel, hè? Klopt. Ja, door en door. Ja, jullie zijn dan ook nog de muzikanten van het dorp. En alle mensen die we net zagen passeren zijn ook allemaal bekend, toch? Ja. Het is een wonder. Dit is de jongste generatie. En jij bent de allerjongste. Ja. 13 jaar, Kira. Je komt van de Zangetjes van Volendam. Ja, inderdaad. Dat is het koor? Of niet? Daar zou ik het wel noemen, ja. Ja, daar kwam... Heb Jantje Smit daar ook gezongen? En ja. Al die types? Ja, dus ze komen daar... Hebben jullie er ook in gezongen eigenlijk? Ja, zeker. Oké, ja. Dat is gewoon de wieg waar alles begint. De Zangetjes van Volendam. We hebben het antwoord. Wat zeg je? We hebben het antwoord, ja. We hebben het antwoord. Ja. Dat koor, dat is het. Dat is het geheim. Kunnen we weg, zeker? Nee, baby, toe dit. We willen van alle vier een kleine proeven, omdat het ook zo verschillend is. Je denkt misschien te snel aan succesnummers als Jan en Nick en Simon. Daar is helemaal niks mee mis, maar het is veel gevarieerder dan dat. Wat ga jij voor ons zingen? Wil jij beginnen? Of wil je als laatste? Wat wil je? Maakt niet uit. Oh, wat jij wil. Ik vind het wel leuk als je begint. Nou, ik begin wel, man. Oké. Wat ga je zingen? Read All About It van Emily Sunday. Oké. En is jouw ideaal ook, of je droom om groot zangeres te worden? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, kijk die ogen heen. Jeetje, Mina. Wie zit er op de piano? Frank Keizer. Oké. Frank Keizer, ja, Keizer, uiteraard. Ja, leuk is dat toch? Ja, maar dat is ook... Kan niet klopt allemaal als een bus. Het klopt als een bus. Blijf je zitten? Ja. Oké, goed. Hoe heet het liedje nog een keer? Read All About It. Read All About It, oké. Okay. Yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? Now we're finally finding our voices. So take a chance, come help me sing this. I wanna sing, I wanna shout. I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, they can read all about it. Read all about it, oh. Wow. Ja, Kira Tol.
Goed, jongens, dankjewel. Ja, Dandelion. Ja. We gaan ook naar een hele andere muzieksoort. Vier jongens, rond de 20 schat ik jullie. Ja. Zo? Ja, hè? Oké. Okay. Up and coming, zoals dat heet. Hoe gaat de weg eigenlijk in Volendam? Zijn er de bepaalde cafés waar je eerst staat en vervolgens naar een podium en dan is er een platencontrole? Hoe werkt dat? Ja, dat kan. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die je kan bewandelen. Dus we spelen ook wel eens in Volendam, maar we willen ook... Wij hebben een beetje hetzelfde heft in handen genomen. We hebben Alaska kwam al voorbij, daarmee zijn we een labeltje begonnen. Om dus zelf die muziek te gaan maken. Oké. Okay, dus zijn we ook dus, nu met de CD is nu eindelijk klaar. En die hebben we dus opgenomen in de oude studio van The Cats. Kijk aan. Jouw vriendje zit op de hoek, of niet? Ja. Dat klopt toch? Nee, is hij. Daar kwamen we vanmiddag achter. Nou, prima jongens, dat is toch uitstekend. Het is één grote familie. Dandelion. Oh. Van de Dam. Ja. Nieuwe bandleden maken. Ja. Dandelion, wat gaan jullie spelen? Ja, we spelen een eigen nummer, Back to Avery. Oké. Okay. Ja, laat me horen jongens. Crosby, Stills, Nash & Young, 1976. Déjà vu. Dat doet het me dan een beetje aan denken. Ik hoop dat als een groot moment. Dat is een grote inspiratie. Mel? Ja? Ja, jij stond nog. We belden vanmiddag. We hadden zin in dit item. En toen stond je in de viskar, hè, of niet? Inderdaad. Lekker cliché. Ja, nee. En toen was het nog maar de vraag of je kon komen. Want je moest natuurlijk iets eerder stoppen met de vis. Ja, ik moest iets eerder weg. Dus ik ben mijn vader echt hartstikke dankbaar. Dank je wel, pa. Nee. Want die was niet heel blij met mij. Maar hij gunt me van harte. Ja, leuk. Ik ben blij dat ik er ben, in ieder geval. Ja, en we hadden het over Piet Veerman. Ja. Laten we hem dan maar even slaan tot godvader van de Palingzaal. Als zanger van de Cats. Is jouw opa? Is mijn opa, ja. Inderdaad. Ja, goed. Ja, en daar leer je veel van, denk ik, of niet? Ja, inderdaad. Maar we botsen vaak. Ik heb een eigen mening, hij heeft een eigen mening. Ja. Een hele sterke mening. Maar het is moeilijk, maar ik leer hartstikke veel van hem. En ik hoop dat als ik 70 ben, 71 nu ondertussen, dat ik nog net zo goed ben als hij. Ja. Wil je vragen of hij vaker... Ik weet niet, ik zie hem te weinig of ik hoor hem. Hij zingt zo mooi. Hij heeft zo'n stem als een soort scheepstoeter. Het is ongelooflijk. Maar goed, even... Scheepstoeter. Ja, ik hou het een beetje bij Volendamse dingen. Even een klein stukje van jij met opa. Ja. Even het bewijs, zal ik maar zeggen. Kinderachtig. Je staat wel in het voorprogramma van de 3J's, hè, af en toe? Dat doe ik ook, ja. In Noord-Holland nu en morgen weer in Alphen aan den Rijn. Morgen in Alphen aan den Rijn. Ja. Oké, wat ga je voor ons spelen? Ik ga een eigen nummer doen van mijn nieuwe EP, die is laatst uitgekomen. En dat is Ready for Loving You. Ja. Ja, kan ik hem inzetten? Ja, natuurlijk. You put up a brick wall. Keep me away, to keep us apart. Open your heart, let me in. Why don't you try me? Don't deny me, 'cause I'm made for loving you. But you don't come any closer. What am I supposed to do? Don't treat me wrong, and don't keep me egging on, 'cause I'm ready for loving you. Woo, woo, woo.
Martine, als laatste. Jan Dulles was hier eergisteren nog. Hij staat vanavond, is hij Jezus Christus in de Passion. Dus hij is nu nerveus, maar misschien kijkt hij. Om de zenuw even te bedwingen. Hij noemt jou misschien wel het grootste talent van Volendam. Nou, steek hem in je zak, zou ik zeggen. Dat heb je al. Je hebt al een tweede album heb je uit nu, hè? Die komt morgen uit. Die komt morgen uit. Ja. Heb ik dat hier toevallig liggen? Nee, dat is hem. Oh, dat is hem. Ja, dat is hem. Inderdaad. Maar ja, dat is hem. Ja. Ja. Wat ga je? Sorry. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga mijn nieuwe single spelen. Ja. En die heet On the Run. On the Run. En die gaat een beetje over uitgaan en nachten doorhalen en veel drinken. In Volendam, aan de dijk. Kan ook, maar kan ook in Amsterdam zijn. Okay. En dat je op een gegeven moment denkt van, waar ben ik mee bezig? Ik moet toch een beetje serieus gaan worden en een beetje wat voor mijn leven maken. En maybe I'm on the run. Hey bartender, pour me another drink, 'cause I am thirsty and you'll be stuck up with me till it's closing time. Oh yes. Here at the bar every night, laughing like we feel alright. Yeah, aren't we happy? Yeah, aren't we happy? But maybe dank jullie allen zeer. 4 keer Volendam en 4 keer totaal anders eigenlijk. Maar niks Nederlandstaligs, hè? Nee. Is dat uit? Hartstikke uit. Nee, dat kan niet. Daarom, Nee. Jongens, fijn dat jullie 50 jaar Paling Sound. Dat vieren we een beetje vanavond. En dit is de jongste generatie. We gaan dus nog veel van jullie horen, denk ik. Hè? Ja. Tot zover. Tot morgen. Thank you.